In deze video gaan we kijken naar hoe je met je 40ste met pensioen kunt gaan. Het klinkt aan de ene kant ongeloofwaardig, want veel mensen uit je omgeving die zullen vaak met z'n 67ste nog pas met pensioen gaan. En zelfs dan, hoor je het nieuws, kunnen ze vaak moeilijk rondkomen en wordt er gekort op hun pensioenen. Aan de andere kant klinkt het natuurlijk heel erg interessant om met je 40ste met pensioen te gaan. En juist omdat ik de laatste tijd veel nieuwe kijkers heb bereikt met mijn video's en ook veel jonge kijkers heb bereikt, merk ik, wil ik deze video maken eigenlijk om deze doelgroep te motiveren en ook te informeren over hoe je dit kunt bereiken. Want om dit te bereiken is het aan de ene kant heel eenvoudig en kan er vaak nog ook snel gebeuren. Het enige wat je ervoor moet doen is dat je nu bepaalde keuzes moet maken in je leven en die voor de komende jaren vol moet zien te houden. Nou, dat soort dingen wil ik dus gaan behandelen in deze video, dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt en meer over te weten wilt komen, abonneer je dan op dit kanaal, dan mis je nooit meer een video. Maar in deze video gaan we dus kijken naar hoe je voor je 40ste eigenlijk al met pensioen kunt gaan. En zoals gezegd richt ik dat vooral op mijn nieuwe, jonge kijkers. Maar het kan ook voor andere mensen zijn. Over het algemeen komt het erop neer dat je eigenlijk binnen 20 jaar met pensioen kunt gaan als je de juiste keuzes maakt. Dit zijn vaak niet de makkelijkste keuzes. En zeker naarmate je ouder wordt is het moeilijker om die keuzes te maken omdat je al een bepaald leven hebt opgebouwd. Maar het is zeker nog mogelijk om dit te bereiken. Zelf ben ik rond de 30 en een paar jaar geleden begonnen. Maar volgens mijn planning kan ik nog steeds rond mijn 50ste met pensioen gaan. Dit hele pensioengebeuren komt natuurlijk steeds meer onder de aandacht. Veel jongeren zijn er naar op zoek. Krijg ook veel mee vanuit het nieuws, omdat het vaak over pensioenleeftijden gaat en dat er juist pensioenen gekort worden. Dus je vraagt je eigenlijk als jongere vaak af van hoe oud moet ik wel niet zijn tegen de tijd dat ik mijn pensioen mag en wat hou ik dan überhaupt nog over. En dat is denk ik ook de reden dat juist de laatste jaren de FIRE movement heel erg populair is geworden op het internet. FIRE staat dan voor Financial Independence Retire Early, oftewel financieel onafhankelijk en vervroegd met pensioen gaan in principe. En dit wil niet per se zeggen dat je trouwens met pensioen gaat, oftewel ophoudt met werken op je 40ste bijvoorbeeld. Wat veel mensen zullen gaan doen is dat ze aan de ene kant stoppen met werken of minder gaan werken. En in ieder geval werk gaan doen dat ze leuk vinden of wat waarde toevoegt volgens hun. Dus het kan zomaar zijn dat jij je gewone baan opzegt van 38 uur, maar vervolgens 20 uur vrijwilligerswerk gaat doen omdat je dat leuk vindt. Of dat je voor jezelf iets begint. Je hebt in ieder geval de keuze om dan te gaan werken. Je bent het niet meer verplicht, zeg maar, omdat je in ieder geval financieel onafhankelijk bent. Dus je kunt in al je maandelijkse onkosten voorzien door het vermogen dat je hebt opgebouwd. Aan de ene kant klinkt dit natuurlijk ongeloofwaardig, want je ziet vaak het nieuws, veel negatieve berichten over dat er gekort wordt op pensioenen, dat mensen langer door moeten werken, dat ze minder krijgen, de onzekerheid die er is. En ook in jouw omgeving zijn waarschijnlijk mensen vaak nog ver in zijn 60 op het moment dat ze ophouden met werken. Maar ik wil je in deze video dus laten zien hoe het wel mogelijk is. En zoals gezegd zijn zeker geen makkelijke stappen, maar hoe vroeger je begint, hoe makkelijker het wel is. En zeker als je gaat kijken naar om het wel te kunnen bereiken. Dus motiveert het je misschien zelfs wel om die moeilijke beslissingen nu te nemen. En er zijn eigenlijk 3 belangrijke onderwerpen om dus vervroegd met pensioen te kunnen gaan. En de eerste daarvan is natuurlijk zuinig leven. Want het maakt niet uit hoeveel je verdient. Of dit nou 1000 euro in de maand is of 10.000 euro in de maand. Op het moment dat je alles uitgeeft, zul je nooit geld op kunnen bouwen, op kunnen sparen of te investeren voor je toekomst. Dus wat vooral belangrijk is, is dat het geld wat je binnenkomt, dat je daar zoveel mogelijk van probeert te sparen. En dat is dan ook de reden dat ik deze vooral richt aan jonge kijkers, maar ook mensen die in de 20, 30 en 40 zijn, kunnen natuurlijk vanaf van deze video leren. Maar als je jonger bent, kun je nog beslissingen nemen voor je rest van je toekomst en is het vaak makkelijker. En het is dan ook belangrijk om dat op jonge leeftijd al te doen. Ik hoor veel mensen in onze Discord chat, waar we trouwens over dit soort onderwerpen vaak praten, zeggen van ik ben nog geen 18, maar op het moment dat ik 18 ben, wil ik graag gaan investeren. Wat kan ik nu doen? Nou, wat ik nu zou aanraden is in ieder geval om een plan te maken voor je toekomst. Dus kijk wat je wilt gaan doen op het moment dat je 18 bent en de jaren daarna. En een van de eerste vragen die je dan kunt stellen is, ga ik studeren of ga ik werken? Het hangt een beetje vanaf, dat moet je dus zelf berekenen, jouw situatie. Kijk wat je kunt verdienen en wat kun je gaan doen zonder dat je naar school gaat, zonder een diploma. Of wat levert het op het moment dat je een paar jaar een studie hebt gevolgd? Levert het op lange termijn het salaris wat je dan gaat verdienen? Is het rechtvaardig voor de 4 jaar die je opoffert die je normaal had kunnen gaan werken? Dat is bijvoorbeeld dus de eerste vraag die je voor je berekening kunt gebruiken. Een tweede stap die je kunt nemen is bijvoorbeeld om te gaan kijken of het slim is en ook mogelijk is om langer thuis te blijven wonen. Zeker nu het moeilijk is voor starters om te beginnen op de woningmarkt, omdat vaak particuliere huren eigenlijk veel te hoog zijn.
en dat een huis kopen ook nog veel te duur is, is het waarschijnlijk, ben je al een beetje verplicht om langer thuis te blijven wonen, maar reken eens uit wat dat op lange termijn oplevert, want je bent vaak snel al 1000 euro in de maand kwijt als je je eigen woning hebt. Nou, als je dat dus een paar jaar langer thuis kunt blijven wonen, en je ouders vinden dat natuurlijk goed, want dat is altijd nog een dingetje. Ja, dan kun je best wel een vermogen opbouwen in die eerste jaren. Zelf ben ik ook pas op mijn 27ste, geloof ik, op mezelf gaan wonen. Of eigenlijk met mijn vriendin, maar in ieder geval mijn huis gekocht. En tot die tijd heb ik nog thuis gewoond. Dus heb ik eigenlijk best wel lange tijd mijn maandelijkse kosten in ieder geval heel erg laag kunnen houden. En ik had op dat moment dus niet, was ik hier nog niet zo mee bezig met investeren en zo. Dus ik heb veel geld uitgegeven. Maar op het moment dat je dus wel met dit soort dingen bezig bent, weet je dat je je geld beter niet uit kunt geven, maar een groot gedeelte in ieder geval van kunt sparen en investeren. Nou, dus wederom hier, reken eens uit wat het oplevert om een paar jaar langer thuis te blijven wonen. En een derde punt is natuurlijk om te gaan kijken van, wil je gaan samenwonen? Of wanneer ga je dit doen? Of op welke manier? En welk soort huis? Pak je een klein appartement of pak je een groot huis? Wat zijn je plannen? Ook daarvoor het geld, reken het dus uit. En kijk ook eens wat, als je met z'n tweeën bent, wat het oplevert om met op één salaris te leven in principe. Dus dat je eigenlijk 50% van je inkomen kunt sparen. Al deze dingen kunnen er samen voor zorgen dat je eigenlijk tussen je 18e en misschien 10 jaar later je 28e al een behoorlijk bedrag kunt sparen door juist zuinig te leven. En dat je op die manier al vrij makkelijk zelfs en een beetje verplicht door de huizenmarkt op dit moment al een vermogen op kunt bouwen wat je later kunt benutten en dat je al vrij snel naar je pensioen toe kunt werken op deze manier. De tweede stap die je moet nemen op weg naar een vervroegd pensioen is door te gaan investeren. Nou, dat is eigenlijk het gevolg van die eerste stap. Daar wil je zuinig leven en zoveel mogelijk geld overhouden. Nou, dat gebruik je dus vervolgens om in stap 2 te gaan investeren. Doe een gedeelte op de spaarrekening, gebruik dat als een buffer. Maar investeer de rest zoveel mogelijk bijvoorbeeld in indexfondsen of ETF's. Dingen met veel spreiding, op zich een laag risico en ook weinig tijd waar je daarmee kwijt bent. Over dit soort onderwerpen praat ik op dit kanaal al heel veel. Dus als je daar meer informatie over wil zien, kijk gewoon een van mijn video's in de laatste 10 of zo. Daar gaat vast al over deze onderwerpen. Maar wat ik dus vooral hierbij wil zeggen is dat ik je motiveer juist om te gaan investeren, want ook daar heb ik eerder een video over gemaakt, zal hem hier even linken. Sparen kost je geld, omdat juist de inflatie op dit moment hoger is dan de spaarrente die je ontvangt, terwijl juist bij investeren het rendement hoger is dan de inflatie, dus daar ga je dan nog op vooruit. Dus zorg voor een goede basis, zorg voor een zuinige levensstijl en gebruik het geld dat je over hebt dus ten eerste om een buffer op te bouwen en vervolgens om te gaan investeren. En als we dan kort even kijken naar wat het effect is van investeren op de lange termijn, en dan kijken we eigenlijk van af je 18 een beetje tot aan je 40ste. En dan maak ik gebruik van 2000 euro in de maand die je kunt investeren, dus dit is misschien niet voor iedereen het geval. Je kunt zeggen, als je jong bent verdien je minder, maar tegen de tijd dat je 40 bent verdien je waarschijnlijk meer. Dus we pakken een beetje gemiddelde. En we gaan er een beetje vanuit dat je met je partner dit soort dingen doet, omdat het dan veel makkelijker is en dat je bijvoorbeeld ook op één salaris kunt leven. Dus op die manier kun je 50% van jullie inkomen gebruiken om te investeren voor je toekomst. En kun je ook samen met pensioen gaan trouwens op je 40ste. Kijken we dan naar een berekening die ik heb gemaakt via berekenet.nl. Ik zal ook daar een link onder deze video plaatsen naar deze pagina, zodat je het zelf kunt berekenen. Maar we beginnen zeg maar met 1000 euro beginkapitaal op je 18e. Dit is dus jaar 1. En op dat moment gaan we dus 2000 euro in de maand inleggen. Dat is je salaris met je vakantiegeld zeg maar erbij. Dan wordt dus je inleg in de eerste jaren, groeit het kapitaal eigenlijk naar 25.833 euro. Pakken we nou bijvoorbeeld in het 10e jaar, dan zul je al zien dat het kapitaal al groeit naar 328.000 euro. Kijken we nog een paar jaar verder. Je ziet natuurlijk telkens dat de inleg hetzelfde blijft, maar het rendement groeit. Dat is dus de rente op de rente die je ontvangt. De samengestelde interest waar we het al vaker hebben op dit kanaal. En na 22 jaar eindig je op deze manier met iets meer dan 1 miljoen euro. Er zijn er natuurlijk een paar dingen over te zeggen. Ten eerste dus, het inkomen is misschien anders bij jou. Ten tweede maken we in deze grafiek geen gebruik van box 3, dus belasting die je betaalt. Dit heeft ermee te maken, ik hou in deze berekening trouwens rekening met 6% rendement. Waarschijnlijker is dat je tussen de 7 tot 8% rendement maakt. Dan is er een beetje de inflatie alweer daarbij verrekend. Of misschien belastingen. Dat soort dingen. Dat zijn een beetje allemaal onzekerheden. Maar het gaat erover uit dat je kunt zien dat die paar duizend euro per maand die je weglegt binnen 22 jaar al 1 miljoen of meer dan 1 miljoen euro kan opleveren. En waarom je geen 1 miljoen euro aan vermogen nodig hebt om met pensioen te gaan, komt in het derde punt aan bod. En het derde punt is de 4% regel. Ook hier heb ik al eerder een video over gemaakt en ik zal hem hier weer even linken als je hem uitgebreid wil gaan kijken. Maar het komt erop neer dat er een studie is geweest. En die toont aan dat als je van je vermogen 4% daar elk jaar uitneemt en de rest investeert in de markt, zeg maar
bijvoorbeeld in de S&P 500 of zo, dat zelfs tijdens een slechte economie dan altijd je vermogen zal blijven groeien, waardoor je mogelijk blijft om elk jaar er dus 4% uit te blijven halen. Nou, voor mij is dat het geval dat ik graag van 25.000 euro per jaar zou willen leven. Nou, als je dus die 4%, dus eigenlijk keer 25 wil dat zeggen, want dan kom je op 100% uit. Dus pak je die 25.000 en doe je die keer 25. Dan kom je uit op 625.000 euro die je nodig hebt. Dus op het moment dat je 625.000 euro hebt geïnvesteerd en je haalt er telkens 4% per jaar uit, dan zal toch, ondanks dat je dus 25.000 euro uithaalt elk jaar, zal je vermogen blijven groeien en ben je dus in principe op dat moment financieel onafhankelijk. En op die manier zie je dus dat je echt geen miljoen euro nodig hebt. Hangt dus een beetje af van de situatie die jij hebt. Maar op het moment dat je een huis hebt dat al af is betaald, zijn vaak je maandelijkse lasten lager en dat soort dingen. Dus dan is het waarschijnlijk met 25.000 euro genoeg om van te leven. En op het moment dat je dus die 2.000 euro per maand spaart en dat het ene salaris is en die andere persoon verdient ook ongeveer dat bedrag per jaar, heb je dus al een lange tijd op 25.000 euro per jaar geleefd en zie je dus dat het mogelijk is. En juist later zullen waarschijnlijk dus je maandlasten lager zijn en groeit je vermogen zelfs nog harder. Dus eigenlijk zul je er op lange termijn zelfs op vooruit gaan. Zeker op het moment dat je dus niet met pensioen gaat, maar gewoon werk gaat doen wat je leuk vindt of minder uren gaat werken, zul je toch zien dat je ook daar nog een inkomen uit krijgt. En dan groeit je vermogen op de lange termijn dus zeker. En nou klinkt dit natuurlijk als, dit kunnen alleen mensen met een hoog inkomen doen. Leven van één salaris, of in ieder geval als je alleen bent, is het ook moeilijk. Ja, dat klopt. Ik heb ook gezegd dat het zeker niet makkelijk is. Je moet dus keuzes maken en dat is waarschijnlijk op jonge leeftijd makkelijker dan wanneer je ouder bent. Op jonge leeftijd wil je waarschijnlijk een auto kopen, heb ik ook gedaan. Op mijn 21ste was ik zo slim, of achteraf gezien dom, om een nieuwe Audi te kopen. 50.000 euro. Achteraf gezien denk je, dat had ik dus veel beter kunnen investeren en scheelt me misschien wel 10 jaar dat ik eerder met pensioen had kunnen gaan. Nou, daarom zeg ik dus, deze video moet jou motiveren. Je hebt zeker geen hoog salaris nodig. Het helpt natuurlijk wel als je een hoog salaris hebt, omdat je dan dus, wanneer je levensstandaard een beetje hetzelfde blijft, meer geld over hebt om te sparen en dus sneller de dingen bereikt. Maar wat dus vooral belangrijk is, dat je zuinig gaat leven. Ook hier heb ik eerder een video over gemaakt. En dan gaan we kijken naar hoe je dus afhankelijk van hoeveel je spaart, zeg maar, hoe snel je dan pensioen kunt bereiken. Nou, als je daar in die video kijkt, zal ik even kort samenvatten. Dan zie je wanneer je 10% van je inkomen spaart, het nog 51 jaar duurt tot aan je pensioen, dat je met financieel onafhankelijk bent, laat ik het zo zeggen. Wanneer je 30% gaat sparen, duurt het nog maar 28 jaar. Weet je zelfs 50% van je inkomen te sparen, heb je het binnen 17 jaar al bereikt. En in dat overzicht kun je dus zien van, stel ik spaar 10 of 20% meer van mijn inkomen wanneer dat mogelijk is. Welke impact heeft het op lange termijn? Nou, je ziet dat van 10 naar 30% sparen scheelt je gewoon al 23 jaar. Dus moet je de overweging nemen van, is het mogelijk om 10 of 20% extra te sparen? En ben ik bereid om dat te doen? Om te zorgen dat ik 23 jaar eerder met pensioen kan gaan. En je zult dus merken dat, nou, wederom gezegd, voor jonge mensen deze keuzes veel makkelijker zijn. Je hebt nog bijvoorbeeld geen huis gekocht, dus dat kun je nog uitstellen. Waardoor je langer geld kunt sparen en vermogen op kunt bouwen. Je kunt ook het juiste huis kopen. Je kunt, in tegenstelling tot ik, zorgen dat je geen nieuwe auto koopt. Of misschien zelfs helemaal geen auto koopt. Maar dat je gaat berekenen, wat kost het me eigenlijk als ik een auto koop? Niet alleen per maand, maar ook op lange termijn. Hoeveel jaar eerder kan ik dan stoppen met werken als ik geen auto koop? Of een tweedehands auto, noem het maar op. Maar het belangrijkste is gewoon dat je vroeg begint. En dat heeft alles weer te maken met die samengestelde interest. Waar ik al heel vaak over praat, rente op rente. Werd ook zeker op lange termijn werd dat erg in je voordeel. Dat zagen we straks ook al in het schema. Na 12 jaar al is je inleg nog steeds hetzelfde met bijna 24.000 euro per jaar. Maar is je rendement gaat vanaf dat jaar meer worden dan het geld dat je inlegt. Dus de rente vanaf het 13e jaar is hoger dan je inleg. En dat wordt elk jaar alleen maar meer. En die dingen samen, dus een goed inkomen of in ieder geval een normaal inkomen is het al mogelijk. Zuinig leven en samengestelde interest zorgt er echt voor dat je, ja, als je wanneer vroeg begint met je 18e, zeker voor je 40ste met pensioen kunt gaan. Maar ben je net zoals ik rond je 30ste begonnen, dan moet 50 jaar als pensioenleeftijd zeker wel mogelijk zijn. En de conclusie van deze video is dan ook, welke keuzes ben jij bereid te nemen? Dat kan ik niet voor jou beslissen, want iedereen is anders. Jouw situatie is anders dan de mijne. Ik kan je alleen maar motiveren en informeren via deze video's over de mogelijkheden die er zijn. Maar op het alle momenten komt erop neer van, bereken het. Kijk hoe jouw situatie is, wat je bereid bent op te geven van je salaris
om dus eerder met pensioen te kunnen gaan. Maar in deze video wilde ik dus alleen laten zien dat het mogelijk is en dat het zeker een onderwerp is waarover je moet nadenken. En daarmee sluit ik dus deze video af. Vond je nou een leuke en interessante video, geef even een duimpje omhoog. Vond je het minder, geef even een duimpje omlaag en laat onder deze video weten waarom je dat vond. Als je nog vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van deze video bijvoorbeeld, kun je ze onder deze video achterlaten in de reacties. En onder deze video vind je ook een link naar de Discord chat van ons. Dat is een chatroom die we gebruiken met inmiddels al meer dan 30 man en waar we praten over alle onderwerpen van ons kanaal. Dus persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Nou, daar kun je dus al je vragen stellen, al je informatie delen en daar praten we met inmiddels dus 30 man over al dit soort onderwerpen elke dag. Dus dat is misschien wel een leuke locatie waar je ook dus meer te weten kunt komen. Als je nog geen abonnee bent van dit kanaal en je hebt wel tot dit moment gekeken, is het waarschijnlijk dus een interessante video. Nou, zoals gezegd maak ik elke week 2 video's over dit soort onderwerpen. Dus abonneer je op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie graag in de volgende video weer terug.